Ja, nu moeten we een andere hobby vinden naast voetbal. Het is niks vervelender dan voetballen te zijn met wat pijntjes. Ga je nog wat met dat soort dingen doen? Ga ik even in de auto liggen. Ga ik even in de auto liggen. Ik ga te veel met Andy Jonker op. Doei. Fenomenaal doelpunt van spitsen. Oh, ook nog. Jacques Groene. Als jij vindt dat jij het beter kan dan een ander, dan moet je dat nu laten zien. Van de Donk schieten. Schitterende goal. Kom aan, je moet het wel willen. En ik denk dat je het kan. Goedemorgen, zonnetje, voetbal kijken, prima begin van de week. Gisteren heb ik het gemist, toen was ik de vlog online aan het zetten. Hoe was het? Het was echt een uitlooptraining. De basisspelers hebben vooral gevoetvolleyd en de niet-basisspelers die hebben wel serieus getraind. Vandaag spreek ik met Lieke Martens, want die stond gisteren weer op het trainingsveld. Voor het eerst sinds het EK. Ja. Nog intelligente vragen die ik kan stellen? Ik ben wel benieuwd hoe ze nu kijkt naar de concurrentie binnen dit team. Esmee Brugge zijn er. Bijvoorbeeld. Okay. Ik denk dat dat alleen maar goed is. Dat is gezond, denk ik, dat er jonge meiden aankomen die heel veel talent hebben en die iets extra's brengen ook in het team. Dus ik zie dat gewoon als iets heel erg moois. Achter mij zien wij iedereen die afgelopen vrijdag niet in de basis stond. Ja. Alleen Lize Kop is er wel. En de andere 10 waren er eerst niet. Kwamen net ineens aanfietsen. Riepen iets over fiets, 4 kilometer. En zijn nu in de dugout gaan zitten. Ja, het lijkt ook niet alsof zij anytime soon wel het voetbalveld op gaan stappen. Nee. Dus misschien gaan zij nu net als wij gewoon een hele training kijken. Weet eens ook eens hoe dat voelt. Zwaar. Lieke Martens. Ja, ik had het idee dat hij niet zo heel blij is. Ja, ik baal gewoon van mijn lichaam. En dat begrijp ik ook heel goed. Ja, want ze ging weg bij het EK. 17 juli was dat. Dat is echt lang geleden. Ja, voetblessure. Ja, ik had een scheurtje onder mijn voet. Maar je bent weer helemaal fit? Ik zou willen dat ik helemaal fit zou kan zeggen. Ik heb dat met de trainer afgesproken dat we gewoon opbouwen naar de wedstrijd van dinsdag. Want is dit nog steeds die voet waar je nu last van hebt of zijn het nu weer andere klachten? Nee, het zijn weer andere klachten. Helaas. Wil je daar iets over kwijt? Of? Ja, kijk, ik zijn gewoon knieklachten. Ik kan er ook niks aan doen. Ik doe gewoon alles aan om zo fit mogelijk te zijn. Ik speel heel veel wedstrijden. Soms zegt het lichaam de FNE. Het is bij haar wel een beetje gebed zonder end. Dus ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment gewoon enorm baalt. Het klinkt wel alsof ze dinsdag gaan spelen. De opbouw is goed, dus ik hoop dat ik me goed genoeg voel voor dinsdag. Succes. Dankjewel, hè. Het is maandagochtend. We zijn weer op Zeist, maar we zijn helemaal in het warretje, want we moeten naar een ander veld. Ja. Check nog, daar lopen we nu al langs. Hey. Het is een korte route. Wandeling. Dat komt. Het is dus maandag en vanavond gaan ook de mannen trainen. Die trainen ook op veld 1, waar de vrouwen de laatste tijd ook standaard trainen. Blijkbaar zijn 2 trainingen op 1 dag te veel voor veld, veld 1. Ring, hè, in het persvak. Ja, het is gelukkig hebben wij nog een plekje. Hoe zou jij reageren als je een elleboogstoot kreeg van Fenna Kalmen? Ik denk minder sportief en galant dan Stephanie van der Gracht. Hesjes? Ja. De aanval is wel anders. Daar zien we nu Lynette Berestein en Lieke Martens. Esmee Brugge is geblesseerd. Die kan al de hele week niet trainen. We weten niet wat ze heeft. Maar daardoor is Lynn Wilms er nu bijgekomen als back. En keeperswissel. Ja, Daphne van Domselaar. Ben je eigenlijk de eerste doelvrouw van Oranje? Weet je dat inmiddels? Ja, dat weet ik wel inmiddels. Ja, het is wel besproken, ja. Wie moet er eigenlijk eerst de keeper van de Oranje Mannen zijn? Dat durf ik niet echt uitspraak over te doen. Maar ik denk dat het nog wel een leuk kawaitje wordt voor de trainer om dat uit te vogelen. Wat ga je doen? Het schijnt dat de eerste keeper nog even iets kwijt moest. Oh ja. Wat zei jij? Moest je nog wat kwijt over een puzzel? Ja, heel graag eigenlijk. Okay, nou, kom maar. Hij is af. En als hij nu vals zit, dan ga ik...
2000 stukjes. En hoe lang heb je hier aan gewerkt en met wie? Van dinsdagochtend tot vanochtend. En samen met Jacqueline, onze Inge, Katja. Jeetje, zijn jullie trots? Ja, daarom kon ik gewoon niet beter beginnen. Ik begrijp het, gefeliciteerd. Ja, nu moeten we een andere hobby vinden naast voetbal. We gaan even op zoek. Weet jij nou een leuke nieuwe hobby voor Daphne van Domselaar? Drop het even in de comments. Het regent, maar wij zitten overdekt. Het meeste publiek wat er is niet, maar we kunnen wel stellen dat er niet zo heel veel publiek is. Nee, er zijn dus nog geen 5000 kaartjes verkocht, dat is een derde van dit stadion. En dat is wel andere koek dan zeg maar 3, 4, 5 jaar geleden toen gewoon alle stadions uitverkocht waren. Ja, en 5 jaar geleden helemaal tegen Denemarken. Minima! Europees kampioen, dat kan niet meer mis. Berestein heeft gescoord. Ja, emotioneel moment natuurlijk. Haar moeder is niet zo lang geleden overleden. En ja, als je dan op zo'n moment mag scoren, dan is dat zeker heel mooi. De team en de staff, iedereen is onwijs lief voor mij, nog steeds. En dat doet mij heel veel. Ze hebben gewonnen. Ik vond het een beetje saai en jij vond het degelijk. Ja. En wat vond Jonker? Ik denk dat we opnieuw een hele goede indruk hebben gemaakt. Dat we in het algemeen dingen ook beter kunnen doen en ik zelf ook. De volgende keer weer een nieuwe wedstrijd om dingen weer beter te doen. In de eerste 10 minuten kwartier was dat moeilijk. Uiteindelijk hebben we bij Vlagen voortreffelijk gespeeld, denk ik. Ik vond het wel grappig. Hij zei, ze kregen in het laatste half uur last van Hollandse overmoed. Oh, en wat houdt dat in? Een overmaat aan gallery play. Maar ik heb dat nog niet zo vaak bij het vrouwenteam gezien. Over het algemeen spelen die gewoon geconcentreerd door en schieten nog een paar in. Maar deze lichting blijkbaar niet. En nu moeten we afkicken. Veel bij Oranje geweest het afgelopen half jaar. Maar nu pas weer in februari. Ja, gelukkig hebben we nu de mannen. Dus voorlopig moeten we niet met Jeroen en Giel doen. Ja. Geen straf. Zeker geen straf. Tot in februari. Ga je nog doei zeggen? Doei!